Zo. Tijd voor een nieuwe video. Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Ik ga vandaag iets meer vertellen over uitstelgedrag, zoals je misschien aan de titel hebt kunnen zien. En nu kan je misschien denken, uitstelgedrag, maar dat heeft Jane toch al gedaan? Dat klopt, maar vandaag wil ik iets verder inhaken op die video. Als je hem nog niet gezien hebt, bekijk hem dan eerst even hier. Ik ga vandaag iets meer inhoudelijkere tips geven. Ik heb namelijk zelf best wel uitstelgedrag en ik heb toevallig net een TED-talk gekeken over uitstelgedrag. Een hele leuke TED-talk, dus ik laat hierboven even een linkje achter. Moet je zeker even naar kijken. En voor nu heb ik in ieder geval 5 tips die hopelijk iets beter gaan helpen met je uitstelgedrag. Tip 1. Breng wat je moet doen in kaart en kijk precies wat je opdracht inhoudt, wat je ervoor moet doen, zodat je precies weet waar je aan begint. Moesje, kom maar. Kom in mijn video. Kom een snoepje. Tip 2 is vervolgens om je grote taak in kleine taakjes op te delen. Dus stel je moet een opdracht doen voor school bijvoorbeeld. Bekijk het per hoofdstuk. Ga het per hoofdstuk maken. Zo zorg je ervoor dat je iedere keer hebt iets af en dan denk je, oh yes, ik heb er iets goed gedaan. En dat motiveert je ook om de rest verder af te maken. Tip 3. Als je jezelf een deadline geeft, dan maak je je panic monster wakker. Als je wil weten waar dat precies over gaat, moet je vooral even die TED-talk kijken waar ik het over had. Die legt precies uit wat er gebeurt in iemands hoofd wanneer je uitstelt. En die legt dus ook uit hoe belangrijk het is om deadlines te stellen. Want op het moment dat je een deadline hebt, dan moet je wel aan de slag gaan. En dan heb je in ieder geval, al doe je het maar 3 keer. Dan heb je in ieder geval 3 keer al een stuk gedaan voordat je uiteindelijk dat hele ding moet doen. Tip 4. En dat is om alles klaar te zetten. Dat je als je gaat beginnen, dat je gaat zitten en dat je dan meteen niks meer hoeft te doen, meteen kan knallen. Het klaarzetten zelf kost niet zoveel moeite. En dat kan ervoor zorgen dat je makkelijker begint aan je opdracht. En mijn laatste tip is misschien wel het is heel eenvoudig, maar gewoon beginnen. En dan bedoel ik gewoon, oké, maar nu ga ik het doen. En dan gewoon het gaan doen. Niet denken, oh, ik doe het over een half uurtje of ik doe het over een uurtje, want dan blijf je het uitstellen. Maar nu gewoon in je hoofd 3, 2, 1 en nu ga ik het doen. En dan ga je het ook doen. Denk je nou, maar ja, maar dat in stukjes opdelen vind ik best wel lastig. Plannen vind ik ook best wel lastig met deadlines stellen en zo. Volgende week ga ik daar een video over maken, dus stay tuned voor die video. Hier kan je nog even mijn laatste video bekijken, dat is mijn morning routine. Hier kan je nog even de video van Sophie aan bekijken. En door hier te klikken kan je abonneren. Tot volgende week maandag om 4 uur. Ik ga weer lekker de zon in. Doeg! Als de vogels stil willen zijn. Het is nu 30 graden in Nederland, het is officieel een tropische dag. En dan moet je nog een video filmen. Dat heb ik best wel uitgesteld. Dus ik ben lekker buiten gaan zitten. Dat is mijn bonus tip. Als je iets moet doen en het is te lekker weer, doe het buiten.